Jongens, Jeroski hier, pakken bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want we zijn aangekomen in een nieuw jaar, namelijk in de maand januari. Dus we hebben weer ontzettend veel om te doen, zoals elke aflevering opnieuw. En heb je er nu zin in? Ram natuurlijk zijn keihard blij, dat is ook super gaaf. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen en ook alle nieuwe uploads. En ik was even aan het kijken hoe het met de schaapjes ging, maar hun gezondheid staat op 100%. Ze hebben nog 8000 liter aan gras om op te eten, dus die vermaken zichzelf wel. En dat zit verder helemaal goed. En beetje bij beetje produceren ze natuurlijk ook heel veel wol. Maar de allereerste taak van vandaag gaat het worden van het ophalen van alle balen gras. Want het ligt echt helemaal, maar ook echt helemaal vol met balen gras. Dus we starten onze John Deere 6120. Awesome. En dan halen we even de aanhanger op. Want wat ik namelijk van plan ben, is ik wil als eerste de strobalen gaan opladen. Want die wil ik namelijk gaan bewaren mochten wij in de toekomst koeien aanschaffen. En daarna wil ik de grasbalen ophalen. Alleen ik wil de grasbalen laten fermenteren tot keelvoer. En daarvoor hebben wij een extra machine nodig. En nu zouden we die machine kunnen kopen, want we hebben 53.000 euro op de rekening staan. Alleen hebben wij natuurlijk ook een hele bunker silo. En nu heb ik een foutje gemaakt. En heel veel van jullie hebben in de reacties me erop gewijst, want ik heb namelijk de vorige keer onze hark verkocht. Het probleem is alleen dat ik die hark nodig heb om het gras bij elkaar te harken, zodat we het kunnen ophalen met de laadwagens en zodat we het kunnen achterlaten in de bunkersilo. Dus dat was echt super dom, want die hark, die had ik helemaal niet moeten verkopen. Dus om hem nu te gaan terugkopen, moeten we weer twee keer zoveel betalen. Dus we hebben verlies gedraaid. Maar weet je, foutjes, daar moet je van leren. En we moeten het gewoon niet nog een keer laten gebeuren, zo simpel is het. Nu staat de verrijker al voor ons klaar, dus we kunnen natuurlijk instappen. De motor starten en heel snel deze 1, 2, 3, 4, 5 baaltjes ophalen. Plus nog een extra baal op het andere veld. En nu hebben wij ze 220 centimeter breed gemaakt. Dus dat is meteen ook even een test voor ons aanhanger. Om te kijken hoeveel er precies op past. Dus rustig aan, stapelen we er twee tegelijkertijd op. En wat we dan doen is we nemen er ook twee tegelijkertijd mee. Zorg ervoor dat we iets minder ver hoeven te rijden. En dan gaan we ze gewoon rustig even opladen. Nu wil ik ook zeggen, want heel veel mensen vroegen erom dat ik eindelijk mijn eigen TikTok-account heb aangemaakt. Dus mocht je me daarop willen volgen, er staat een link in de beschrijving. Want mijn naam is X Jaraski. En nu denk je misschien van, waarom heb je jezelf X Jaraski genoemd? Alleen het ding was, Jaraski was in gebruik. Jaraski Official was in gebruik. Jaraski met dubbel Griekse I was in gebruik. Jaraski X was in gebruik. Jaraski Gaming was in gebruik. Jaraski Place was in gebruik. Elke naam die ik probeerde was al in gebruik. Dus mijn officiële naam is nu X Jaraski. Heel erg simpel. Dus zoek me op. Volg me erop voor een aantal highlights van streams, van video's, van alles en nog wat. En dit is eigenlijk echt heel simpel, man. Dit kunnen we er echt gewoon in een mum van tijd allemaal opgooien. Moeten we wel ietsje naar boven, ietsje meer naar links. En dit gaat echt super gemakkelijk. Nu zou je deze aanhanger kunnen modificeren met een autoload functie. En wat er daarmee gebeurt is dat je eigenlijk de balen kan ophalen zonder er iets voor te doen. Dan worden ze gewoon allemaal automatisch opgestapeld. Dan is er helemaal geen moeite aan. Maar wij proberen natuurlijk Farming Simulator zo realistisch mogelijk te houden. En ik vind het ook leuk om het heel erg perfect, heel erg pietje precies allemaal op te stapelen. En dat doen wij op deze manier. Dus ik gooi er gewoon nog eentje bovenop. Dan moeten wij alleen nog even de spanbandjes vastmaken. Want dan kunnen we natuurlijk daarna naar het andere veld rijden. En dan kunnen we die laatste baal ophalen. Wat ik ook gewoon kan doen, wacht eens even, dat is misschien nog veel makkelijker. Is ik kan gewoon naar het andere veld rijden. En dan halen we gewoon die baal op met de verrijker. Het is een klein stukje, maar heel erg is het niet. En nu gaan wij, want het is op dit moment januari, nu gaan wij volgende maand heel veel geld verdienen. Want in februari leveren eieren en leveren honing het meeste geld op. En wij hebben echt gewoon 50 pallets minimaal met honing klaar zijn om te verkopen. Dus we gaan serieus echt geld verdienen. Dat is bizar. En automatisch is natuurlijk onze wol nog steeds aan het transformeren in stof. Oftewel, in april gaan we heel veel geld verdienen aan onze stof. Dus ja, er gaat binnenkort zo ontzettend veel geld binnenstromen. Rustig door het water heen, want ik wil niet die baal kwijtraken.
Als je te snel ermee gaat rijden, dan vliegt zo die baal van je vork af. En dan baal je er wel van. Dat was de grap van vandaag, jongens. Ik zal er niet meer gaan maken. Dan moet ik wel nu weer even de spanbanks losmaken. Dat is 1. Dat is 2. Dan kan de baal erop. En als het eraf valt, dan baal ik er wel van. Oké, nee. Nu stop ik echt. Sorry, nu stop ik echt. Dus gooi het spanbankje er maar omheen. En dan zijn deze netjes opgestapeld. Dan kan ik gewoon de John Deere met de aanhanger hier laten staan. Want voor nu hebben we de aanhanger niet meer nodig. Want dan gaan we onze machine huren die de grasbalen kan omtoveren in kelvoerbalen. En ik ga even kijken hoeveel we er ongeveer hebben. Want ik wil natuurlijk wel nog wat gras bewaren voor de schapen. En er liggen er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, er liggen er echt een stuk of 20. Dus laten wij er 4 in de schuur leggen. Dan hebben we sowieso gewoon een zekerheid dat de schapen genoeg gras hebben. En dan kunnen we de rest allemaal gaan inwikkelen. Want de schapen eten natuurlijk geen kelvoer. De schapen eten of gras of hooi, maar geen kelvoer. Dus als we ze allemaal veranderen in kelvoer en het gras raakt op, dan hebben we een klein probleem. Dus we moeten altijd natuurlijk een klein beetje in de toekomst denken. We moeten altijd even net extra beetje nadenken. En dan gooien we er gewoon 2 in de schuur en dan is het weer opgelost. Dan moet ik wel even oppassen, want er zit hier een klein hoogteverschil. Maar het gaat goed. En er is ook nog genoeg plek in de schuur vrij om de balen neer te zetten. Kijk eens aan, 2 stuks. En van 2 stuks maken wij 4 stuks. Netjes op hun eigen plekje. En netjes opgeborgen natuurlijk tegen de regen. En dan nu gaan we de nieuwe machine huren. Waar oh waar staat de nieuwe balenwikkelaar? Ja, ik heb hem gevonden. Nu hebben wij een aantal verschillende keuzes. Want we kunnen de SW4014 huren. Alleen het probleem is dat die de balen inwikkelt in folie. En daarna gewoon weer loslaat. Dus wat we beter kunnen doen is we kunnen de Hybrid X-Tractor, wow, wat een naam, huren. Want deze, die legt de balen allemaal netjes op een rij. En dan kunnen ze langzaam maar zeker gaan fermenteren. Dan hebben we nog wel een optie welke kleur we de folie willen maken. Dus laten we gewoon gaan. Ik ga het doen voor roze. Weet je waarom niet? Gewoon een klein beetje een andere kleur erin. Niet gewoon die standaard zwart, niet gewoon die standaard wit. Nee, roze. Huren, dat gaat ons €1779 kosten. Dus dat is gewoon niks. Dat is echt heel, heel weinig geld. Maar dan moeten we wel even opletten dat we hem ook op tijd terugbrengen. Want anders tikt dat bedrag langzaam maar zeker aan. De machine staat, zoals je kan zien, op ons te wachten. Dus we slaan hier naar links. En dan koppelen we meteen aan. Rijden we meteen terug naar de boerderij. En dan kunnen we gaan beginnen. En ik vind altijd dat je zo'n goed overzicht in die trekkers hebt. Dat is echt bizar, want je ziet precies waar je naartoe moet. Precies waar je koppelpunt zit. En je kan overal alle kanten op kijken. En je hebt echt zo'n ontzettend goed overzicht. Dus ik weet niet of dat in het echt ook zo is. Want als je natuurlijk in een mega grote trekker zit, dan zie je misschien niet voor je motorkap. En zie je misschien niet naast je banden. Want die banden in het echt van een trekker zijn natuurlijk gewoon echt een meter of zelfs nog hoger. Dus ja, als je boer bent, laat het even weten in de reactie. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. En ik vond het ook wel leuk. Want iemand die had gereageerd van, Jan, je hebt altijd je lampen aanstaan. Doe je dat in het echt ook? En dat is zo, want op Farming Simulator heb ik altijd mijn lampen aanstaan. Maar ik zal jullie een geheim verklappen. In het echt, als ik in de auto zit, heb ik ook altijd mijn lamp aanstaan. Ik weet niet waarom, maar ook al is het overdag, ook al is het 's avonds, ook al is het 's nachts, ik heb altijd mijn lampen aanstaan, dag en nacht, op het moment dat ik in de auto zit. Natuurlijk niet als die staat geparkeerd, want dan gaat je accu leeg en dan kan je hem niet meer opstarten. Maar zolang ik in de auto zit en zolang ik aan het rijden ben, heb ik altijd mijn lamp aanstaan. Gewoon, ik weet niet waarom, maar gewoon dan denk ik dat ik beter gezien word. Ik rijd een mega grote auto, dus ik word sowieso denk ik wel gezien, maar gewoon het gevoel dat mensen het meer opvalt en ook meer rekening met je houden, vind ik wel prettig. Dus vandaar dat ik altijd mijn lampen aan heb. Plus het ziet er mooier uit, vind ik zelf persoonlijk. Maar nu moet ik even nadenken, want waar gaan we de balen neerleggen? Ik wil ze eigenlijk wel dicht in de buurt van het veld neerleggen, want anders moet ik zo ver rijden om de machine te voeren. Kan ik ze langs de weg leggen, denk je?
Ik weet niet hoeveel ruimte we daarvoor hebben, maar ik denk... Ja, ik denk wel dat het gaat passen. Leggen ze gewoon naast die grasrand neer. Ik denk dat dat wel gaat passen. En dan kunnen ze hier gaan fermenteren. Ik hoop niet dat de gemeente hier boos om gaat worden, maar dit is de enige plek die ik heb. Dus jullie hebben pech. En dan is het nu heel erg simpel, want we koppelen de machine los. Dan kunnen we gewoon met de trekker kunnen we wegrijden. Dus die zet ik gewoon even bij het tankstation geparkeerd. Vinden ze vast en zeker niet erg, want kan ik hem beter gewoon bijvullen ook. Weet je, we doen goede business en als je tankt, dan mag je hier wel even blijven staan. We zorgen voor een inkomen, dus we gooien gewoon meteen even helemaal vol. Gaat er wel weer wat geld vanaf, maar weet je, als we er dan toch zijn, dan kunnen we hem net zo goed eventjes helemaal tot de nok vol gooien met diesel. €373! Niks aan te doen. En wat we dan nog moeten doen, is we moeten in deze machine stappen. Dan zetten we hem aan. Dan gaat de motor draaien, want er zit namelijk een aparte motor hierin. En dan klappen wij hem uit, waardoor we dus nu de machine kunnen gaan voeden. En die automatisch de balen moet gaan inwikkelen. Hoop ik. Er is maar één manier om erachter te komen. Dus kom maar hier, 6000 liter gras. En dan rijden we er naartoe. En dan hebben we zoveel balen om erin te gooien. Dat hele grasveld ligt vol. Het is echt wel heel veel hoor, jongens. Aan welke kant moet ik het erin gooien? Ik denk aan deze kant. Ik weet nog niet precies op welke manier. Maar daar gaan we nu achter komen. Ik gooi het hier naar beneden. Ja, dan laat ik hem los. En het werkt! Ja, dat is het enige wat we hoeven te doen. En dan, ja, dan wordt hij ingewikkeld. Het werkt. Dat is de bedoeling. En dan is hij nu gestopt. En dat komt omdat hij nu een nieuwe baan nodig heeft. Dus dan rijden we opnieuw met een nieuwe baan naar naartoe. We kunnen er ook maar één tegelijkertijd ingooien. Want anders raakt de hele machine verstopt. En dan hebben we wel een probleem. Maar de tweede baan, die brengen we er ook naartoe. Oh, moet ik hem wel op de goede plek neerleggen. Hier dus. En dan, ja, gaat hij weer verder. Kijk. Nice. En omdat er nu dus een folie omheen gaat, gaat het gras fermenteren en wordt het uiteindelijk kelvoer. En jullie weten het ondertussen wel. Kelvoer levert meer geld op dan alleen de verkoop van gras. En kelvoer hebben automatisch ook de koeien nodig om hun voedsel te maken. Dus ja, dan is het wel even automatisch de vraag. Want ik weet niet wanneer we precies koeien gaan aanschaffen. Dan moeten we sowieso nog extra land voor hebben. Dan moeten we sowieso natuurlijk veel meer geld voor hebben. Want koeien zijn echt ontzettend duur om aan te schaffen. Alleen uiteindelijk leveren ze ook ontzettend veel geld op. Dus ik denk dat de komende maanden, de komende afleveringen dus in jullie taal, wij niet koeien kunnen gaan aanschaffen. Maar het is wel iets om naartoe te gaan werken. En wel iets om ook langzamer zeker aan te gaan denken. Dus ja, of we dat kelvoer gaan verkopen. Misschien de helft en dat we de helft bewaren. Misschien is dat wel een slim idee. Laten we daar sowieso even met z'n allen over gaan nadenken. En wat ik ga doen, is ik ga gewoon de machine blijven voederen. Dan komt er dus een hele sliert zometeen uitgepoept. Die netjes langs de weg wordt neergelegd. En in de tussentijd kan ik ook een aantal mensen even in het speciaal bedanken voor het achterlaten van een supertanks. Want er waren weer heel veel mensen die supertanks hebben achtergelaten. Sowieso natuurlijk bedankt voor alle support. En elke keer zeg ik het ook weer opnieuw en opnieuw. Voel je niet verplicht om een supertanks achter te laten. Want ik waardeer iedereen die de video kijkt. Iedereen die een duimpje omhoog achterlaat. Iedereen die nieuw abonneert. Iedereen die er elke video opnieuw en opnieuw bij is. Maar toch, om de mensen een extra bedankje te geven, dan wil ik ze ook persoonlijk benoemen in de video's. Dus, één klein momentje, want ik moet me hiervoor concentreren. Hoppatee. Als eerste wil ik Mirto Houtekier bedanken voor zijn 2 euro supertanks. Sydney Wuk bedanken voor zijn 2 euro supertanks. En hij zegt erbij, kekke video's maak je. Hey, dankjewel Sydney voor je support, jongen. Niel Jansen wil ik bedanken voor zijn 2 euro supertanks. En hij zegt erbij, ik ben dankbaar, want door jou ben ik zelf ook Farmer Simulator 22 gaan spelen en vind het superleuk. Hey, Niel, dat vind ik awesome om te horen. En dit is ook meteen even een bruggetje. We zijn op dit moment Giants partner geworden. Dus wat er vanaf nu tot in de toekomst in de beschrijving staat, is een link naar de Giants website waarin je Farming Simulator 22 voor de computer kan aanschaffen. Je kan via de website ook Farming Simulator 22 aanschaffen voor de consoles. En want dan word je namelijk automatisch doorverwezen naar bijvoorbeeld bol.com of naar Coolblue of welke webshop er ook allemaal is die je verkoopt. Dus mocht je zelf Farming Simulator willen aanschaffen in de toekomst, check dan de link in de beschrijving. Daar support je mij nog eens extra mee. Omdat we nu Giants partners zijn. En dat zijn we natuurlijk geworden
door al jullie support. Dus heel erg bedankt daarvoor. Maar als je afvraagt wat dat linkje in de beschrijving vanaf nu is, is het dus een link die je doorverwijst naar de website waar je Farming Simulator kan kopen. En waar je mij dus ook extra mee support. Dus sowieso natuurlijk bedankt Giants dat we partner mochten worden. En jullie nog steeds bedankt voor alle support, jongens. Maar het wordt me toch een sliert, jongen. Wajo. Willem die heeft ook nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, shout-out naar Philip voor het aanraden van deze serie sinds aflevering 1. En shout-out naar Sven voor het altijd trouw kijken naar de video's. Dan doe ik er nog een schepje bovenop. Shout-out naar Willem voor het achterlaten van een 2 euro supertanks. En shout-out naar jullie alle drie, jongens. Dank jullie wel allemaal voor de support. En geniet van de serie, zou ik zeggen. Wilmar026 die heeft ook nog een 2 euro supertanks achtergelaten en zegt erbij, ben bezig met taarten maken voor mijn verjaardag morgen en ik eindig de dag goed met een nieuwe farmings video van Jan. Hey, dankjewel Wilmar voor je 2 euro supertanks. Heel erg gefeliciteerd met je verjaardag. Iedereen die deze week jarig is, iedereen, ik ga het gewoon algemeen houden, die dit jaar jarig is, gefeliciteerd met je verjaardag. En in het speciaal natuurlijk Wilmar, gefeliciteerd. Dus je cheese, AK Stijn heeft ook nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, weer bedankt voor de video. Je bent een baas. En jij opnieuw weer bedankt voor je supertanks, Stijn. En geniet natuurlijk lekker van de nieuwe aflevering. Thijs Dijkstra die heeft ook nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, ik volg je nu een tijdje, vooral bij GTA, waar je auto's ging testen. Deze Farming Simulator serie is echt een succes. En ik kijk uit naar elke aflevering. Ga zo door. Hey, Thijs Dijkstra, dankjewel ook voor jouw support. En dankjewel ook voor je 2 euro supertanks. New Lifts, die heeft nog een 5 euro supertanks achtergelaten. High five voor jou. En hij zegt erbij, leuke video's maatje. Keep them coming. Shout-out naar Wezelmuis, Teen Twan Tuip en Joeker Pater. Hey, shout-out naar jullie alle drie en ook naar jouw New Lifts. Dankjewel voor je 5 euro supertanks. Lange Balhaar, high five voor jou. Dankjewel namelijk ook voor je 5 euro supertanks. Daan YouTube, high five voor jou. Ook dankjewel voor je 5 euro supertanks. Bounty, high five voor jou. Ook bedankt voor je 5 euro supertanks. En hij zegt erbij, toffe video Jan. Hey, dankjewel Bounty. Mees achter de bos, ook high five voor jou. Dankjewel voor je 5 euro supertanks. En hij zegt erbij, yo Jan, thanks voor deze video. Hey, geen probleem Mees. Jij bedankt voor je supertanks en voor je support. Ruben Froje, die heeft nog een 10 euro supertanks achtergelaten. Dus high 10 voor jou. En hij zegt erbij, thanks voor deze vette video broski. Hey, jij opnieuw bedankt voor je supertanks Ruben en al je support. Teddy Beer 18 heeft ook nog een 10 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, bedankt voor alle video's. Hey, jullie hebben zin in alle complimentjes, jongens. Jij bedankt Teddy voor je 10 euro supertanks. En, ik vergeet hem niet, high 10 voor jou. En als laatste, Joey Vissers, ook high 10 voor jou. Want dankjewel voor je 10 euro supertanks. Dank jullie allemaal voor alle sport. Maar kijk, deze sliert. Holy knetter. Ik weet niet uit mijn hoofd precies hoeveel banen het zijn. Maar ik heb ze bijna allemaal opgehaald. En die sliert wordt langer en langer. En je moet ook eventjes nadenken. Elke baal is 6000 liter. Oftewel, uiteindelijk is elke baal 6000 liter kuilvoer. Holy crap. Dat is echt heel erg veel. De volgende gaat er ook weer op. Die wordt ook weer ingewikkeld. En dan gaan we de klus gewoon afmaken. Want we zijn bijna klaar. We hebben nog 4 balen te gaan. Dat zijn er niet meer zoveel. En hiermee kan je wel even oefenen met die voorlader, moet ik zeggen. Het is nog best wel ingewikkeld om die voorlader te besturen, want hij stuurt heel erg scherp. Je moet natuurlijk je vork, je arm, moet je naar boven bewegen, naar beneden bewegen. Je moet je vork moet je ook naar boven, naar beneden bewegen, naar links, naar rechts. Je moet echt zoveel knopjes indrukken, met zoveel dingen rekening houden. Maar we worden steeds sneller in, we worden er steeds beter in en we worden steeds een echte en een betere professional. En dan bedoel ik dus mee een professionele boer. Die sliert, jongen. Dit is echt bizar. Iedereen die langs de boerderij rijdt, die denkt ook van, waar is deze boer mee bezig? Nou, geld verdienen. Daar ben ik mee bezig. En dan moet ik even checken. Ligt er nog eentje die ik heb gemist ergens? Nee, dat zijn ze allemaal. Dat zijn ze letterlijk allemaal. Het waren er echt zo ontzettend veel. Dat is echt belachelijk, man. Kijk die sliert. Kijk die sliert. Woe! Money, money, money. Kom maar door. Het heeft ongeveer 3 maanden nodig om te fermenteren. Daarna is het klaar. Maar ik ga toch even kijken hoeveel er zijn. Want ik ben nu wel benieuwd. Laten we ze tellen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 balen in totaal. We hebben natuurlijk 4 in de schuur gelegd. Dus een half van dit veld. 23 balen. Wow. Het enige wat ik nu moet doen, is ik moet de laatste baal inwikkelen. Op deze manier alle balen de machine uitdrukken. Want dan kan die natuurlijk weer worden opgehaald. Nu is dit niet het allersnelste voertuig. Dus klap hem maar in. En rijd ik hem even langs de verrijker. Er komt geen verkeer aan. Rijd ik hem even een klein stukje verder weg. Want dan kan die weer worden opgehaald door de eigenaar. En dan hoeven we natuurlijk ook niet meer huur te betalen. Want dat is zonde van het geld. Dus zet hem hier maar neer. Motor uit. En dan kan die worden opgehaald. Het is wel een prachtplaatje. Je kan zeggen wat je wilt. Dit is wel een prachtplaatje. Snel even de verrijker weer opruimen. Want die hebben we voorlopig niet nodig. Nieuw, scherpe bocht. Achteruit een schuurtje in. Allemaal steady. Allemaal rustig aan. Motor uit. Lampen uit. En wat gaan we dan doen? Dat is natuurlijk de vraag. Het gras is opnieuw aan het groeien. Het enige wat we even moeten doen is we moeten het opnieuw bemesten. Dus laten we dat wel zo snel mogelijk doen. En nu zit ik na te denken, is het handig om opnieuw hier gras te gaan groeien? Want wat we ook kunnen doen is we kunnen bijvoorbeeld een keertje zonnebloemen hier gaan planten. Zonnebloemen hier gaan oogsten. En later, als we echt weer gras nodig hebben, gras hier gaan inzaaien. Want het is wel handig om altijd hier gras te groeien. Maar aan de andere kant, we kunnen het ook gebruiken voor andere gewassen. Dus laten we het gewoon gaan doen. Laten we het gewoon gaan cultiveren. Laten we gewoon iets anders erop gaan zetten. Het hoeft niet geploegd te worden. Nee, dat hoeft niet. We gaan gewoon gek doen, jongens. Waarom niet? En ja, de McCormick tracker die staat bij het tankstation. Ik ben gewoon weer mijn spulletjes kwijt, hè. Ja, dat is als je het een keer ergens anders neerzet. Geen auto's, geen auto's. Motor starten. En dan gaan we het gewoon cultiveren. We hebben al lang geen ander gewas op dit land gezet. En misschien is het ook wel een keertje goed voor het land. Om er iets anders op te zetten. Sorry meneer. Die schrok zich echt gewoon helemaal de Lazarus. Maar dat was mijn schuld. Jakker die doet het ook goed. Die is gewoon lekker aan het genieten op de boerderij. En wij halen onze mega cultivator op. En dan gaan we gewoon het gras weghalen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ook wel een beetje gehad met dat gras op dit stuk land. Want om de 2 à 3 maanden moet je het gaan maaien. Om de 2 à 3 maanden kan het weer opnieuw groeien. En ik wil gewoon een keer wat anders hebben. Dus waarom niet, joh? Klap de cultivator maar uit. Het is een lage cultivator, oftewel er zullen niet veel stenen naar boven komen. Awesome. Dan kunnen we hem laten zakken. En dan kunnen wij aan het werk gaan. Dan moet ik wel even oppassen voor de schuur. Dus ik moet er niet te dicht langs, maar wel heel erg dichter langs. En dan zijn we bezig, hoor. We zijn het gras aan het verwijderen, jongens. Voor iedereen die boos op me wordt dat ik dit doe. Het spijt me zeer. Maar ik denk toch wel dat dit een handige stap is, als ik heel eerlijk ben. Alleen dan zit ik wel even na te denken, wat kunnen we hier op gaan zetten? Zonnebloemen is handig. Alleen dan moeten we natuurlijk weer die kop huren voor 6000 euro. En, oh, hier heb ik niet over nagedacht. Weet je wat ik doe? Is ik rijd gewoon vooruit langs het hek. Dan rijd ik achteruit zo dicht mogelijk erlangs. Ietsje meer, ietsje meer, ietsje meer, ietsje meer. Ja. En dan laat ik hem hier weer zakken. En dan pakken we op die manier alles mee. En dan moet ik hier weer even opletten, want hier komt weer een scherpe bocht. Ik moet alleen niet dat hekje raken. Dus dat is even een klein beetje tricky. Maar wat ik hier kan doen, dus ik kan hem weer optillen en we kunnen dit baantje... Ik moet ook oppassen voor de schapen, want ik zit helemaal niet op te letten. We kunnen dit baantje gewoon natuurlijk eventjes op deze manier pakken. Het is niet meer zo makkelijk veld met natuurlijk alles wat we hebben gebouwd. Maar uiteindelijk komen we er wel. We moeten alleen even concentreren hiervoor. Goed blijven opletten. Nu moet ik helemaal over de weg heen. Er komt niks aan, dus we kunnen eventjes onze baan pakken. Ja. Dan kunnen we optillen en dan kunnen we nu gewoon langzaam onze weg gaan vervolgen. Klein stukje achteruit. Helemaal terug naar de schapenschuur. Laten zakken. En dan kunnen we verder. Nice! Woe! Het heeft eventjes wat tijd nodig. Alleen, ja, weet je, als het eenmaal is gebeurd, dan is het ook gewoon gebeurd. En die cultivator
is ook wel echt een mega, maar echt een mega machine. Waarmee het ook heel lastig is om te keren. Dus het is even zijn priegelwerk. Maar uiteindelijk kom je er altijd wel. En uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je natuurlijk niks raakt wat je niet wil raken. Maar, ja, wat gaan we hier inzaaien? Ik zit er echt even over na te denken. Eigenlijk kunnen we best een gewas inzaaien wat relatief makkelijk is om te verbouwen. Want anders moeten we heel veel moeite erin gaan stoppen. En anders moeten we ook weer machines gaan huren. Dus laten we zo meteen, als we de zaaimachine pakken, gewoon eventjes tussen de gewassen wisselen. En even kijken wat we het beste kunnen inzaaien. Misschien, want we gaan natuurlijk koolzaadolie produceren met een nieuwe fabriek. Misschien dat we hier ook gewoon koolzaad op kunnen zetten. Want dan kunnen we de fabriek natuurlijk draaiende houden. Dus dat is denk ik wel het slimste plan. Ja, dat is wel het slimste plan. We hebben nog even te gaan. Dus ik start de timelapse. En dan is daar het veld netjes en klaar voor de zaadjes. Het is gekultiveerd, dus we spoelen even snel de machine af. En dan kunnen we gaan planten. Ik denk eigenlijk ook wel dat het land nog kalk nodig heeft. En nu is het zo dat we natuurlijk geen steentjes naar boven hebben gereden, omdat het een lage cultiveerder is. Dus wij kunnen ook niet onze eigen kalk produceren. Dat is wel jammer. Maar ja, dan weet je, dan moeten we gewoon kalk gaan kopen. Ik kan er ook niks anders aan doen. We moeten toch echt, als het nodig is, kalk op het land gaan strooien. Dus we hebben geen andere keuze. Eerst zet ik de cultivator weer even netjes in de garage. Althans, nee. Ik zet hem helemaal in de garage. Want we hebben hem nog nodig voor dit stuk land. Dus ik zet hem hier gewoon alvast klaar, joh. Even netjes erlangs. Awesome. Dan zetten we de cultivator gewoon eventjes hier. Ik heb hem ook voor niks eigenlijk nu afgespoeld, denk ik aan. Maar ja. Weet je, dan is die wel schoon voor de volgende keer. Want we moeten dit land natuurlijk ook nog gaan cultiveren. Dus dat is een taak voor in de toekomst. Want eerst gaan we met het land bezig waar we op dit moment mee bezig zijn. Want als we allemaal taken door elkaar gaan uitvoeren, dan raken we in de war. Dan gaan we dingen vergeten. En dan op een gegeven moment kom je er te laat achter dat je iets vergeten bent. En dan heb je automatisch een probleem. En we hebben nog maar 103 liter kalk. Ja. En onze eigen kalkmachine is op, dus laten we gewoon naar de shop rijden. En laten we gewoon het kalk gaan aanschaffen, want het is niet anders. Big Bags, landbouwkalk, €350 voor 2000 liter. Dat is helemaal niks, joh. Ik haal gewoon meteen 5 zakken, dat is 10.000 liter. Want er past namelijk 11.000 liter in totaal in onze kalkstrooier. Dus het is maar €1.750. Dat is echt niet duur. Ik dacht dat kalk duurder zou zijn eigenlijk. Maar weet je, kom er maar bij. Kom er maar in. We gooien heel de aanhanger vol. Dat gaat wel eventjes duren, maar rustig aan. Alle tijd. Dan strooien we het land natuurlijk in met kalk. En dan kunnen we daarna koolzaad gaan inzaaien. En dan kan het ook weer rustig gaan groeien. De kalk stroomt bijna over de rand van de aanhanger. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Want we hebben 10.103 liter. Dat moet makkelijk genoeg zijn voor dit veld. Dat moet ook makkelijk genoeg zijn voor natuurlijk de toekomst. Totdat we zelf weer stenen kunnen gaan crushen. Dat we zelf onze eigen kalk kunnen produceren. Maar Jakker! Kijk uit! Oei, staat hij bijna helemaal onder.
Nou, wat een gek is het ook, hè? Nou, weet je, hij leert er vanzelf van. Je kan zeggen wat je wil. Maar terwijl net de balenwikkelaar werd opgehaald, sprak ik ook degene van wie die was. En hij had een klein cadeautje voor ons, want wij mochten namelijk een van zijn zijmachines lenen voor de job op dit stukje land. Dus wat wij van hem cadeau hebben gekregen, is, ik rijd er even naartoe, dat is de blauwe wagen die je daar voor ons ziet staan. En als we dichterbij komen, dan zal je zien hoe groot die wagen is. En die mogen we gewoon puur alleen even lenen om koolzaad op dit land in te zaaien. Want dit is namelijk de Lemken Solidair 12. Oftewel, hij heeft een werkbreedte van 12 meter. Dat is echt, echt gewoon bizar. Het enige wat hij erbij zei is dat we wel onze eigen zaakjes moeten gebruiken. Dus ja, dat is ook wel logisch, want daar gaat hij niet voor betalen. Maar eerst moeten we even doorgaan met het inkalken. Dat is denk ik... Ik hoop eigenlijk nog twee keer heen en weer, maar dat gaan we net niet redden. Dus ik denk dat we nog een heel klein strookje zo meteen in het midden overhouden. Maar we moeten wel even heel het land doen. Anders is het ook zonde als we een heel klein stukje missen. Want dan is de opbrengst op dat stukje van het land minder dan de opbrengst op de rest van het land. Dus dat is gewoon zonde. En ik heb hier ook wel een hele rare bocht gemaakt, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat kunnen we oplossen. Gewoon helemaal doorrijden, helemaal doorrijden, helemaal doorrijden, helemaal doorrijden. Stop! Sorry schaapjes, ik maak jullie niet bang hoor. Ik maak jullie niet bang. Alles is nog steeds onder controle. En dan kunnen we nu weer vanaf hier de andere kant op rijden. Dan moeten we toch echt wel nog een keertje terug. Maar weet je, is een kleine moeite. En je ziet ook hoe snel die kalk aftelt. Het is zo, kalk is goedkoop. Het is namelijk €250 voor 2000 liter. Alleen we hebben nu al meer dan 2000 liter doorheen gejaagd. Op dit kleine stukje veld. Dus ondanks dat het goedkoop is in de hoeveelheid die je koopt, is het ook gewoon binnen een mum van tijd alweer op. Helemaal door, stop! En dan moet ik nu ook even kijken, want ik weet niet of we de stand van deze sproeier kunnen aanpassen. Dus ik draai hem eventjes om. Dan gooi ik hem aan en dan probeer ik eventjes de stand aan te passen, maar... Dat gaat hem niet worden, hè? Nee, dat kan niet worden aangepast, dus we moeten op deze manier door blijven rijden. Maar dan hebben we wel een keertje veld 45 en 46 weer met een ander gewas volgezet. Want ik werd ook wel een klein beetje gek van dat gras hier elke keer. En misschien ziet dit er ook wel mooier uit. De schapen hebben meer dan genoeg gras, dus daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. En dit is klaar. Ik zal dit stukje voor alle mensen met OCD nog even meepakken. Alsjeblieft. Dat was alles. Dan kan deze machine weer worden opgeborgen. En dan gaan we onze Leen Lemken Solidair gebruiken. En ik ben echt wel benieuwd. 12 meter werkbreedte. En ik ben zo blij dat we hem heel even een uurtje mochten lenen. Dan moeten we wel nu aan de slag gaan. Want anders komt hij hem alweer ophalen. Dus achteruit de garage in. Even goed opletten. Want hij moet tussen de... Ik zeg wel even goed opletten. Maar dat ging veel te snel. Hij moet tussen de onkruidsproeier en de planter. Gaat dat goed? Dat gaat goed, hè? Jawel, dat gaat goed. Netjes afkoppelen. En weg uit de garage. Nice. Ik weet niet eens of onze trekker genoeg pk heeft om deze machine te gebruiken. Maar kijk even. Al die wieltjes en al die buizen lopen. Oh nee, hè. 0 liter zaad. Ja, oké. Dan moeten we echt ons eigen zaadjes gebruiken. Dan hebben we gelukkig genoeg zaadjes op de boerderij. En alle zaadjes die we overhouden, die kunnen we natuurlijk gewoon weer terugstorten in de silo. Dus dat is verder niet erg. Hij wordt bijgevuld en dat is op zich wel genoeg, hoor. 1700 liter is wel genoeg. Ik moet ook weer alles teruggooien namelijk. Dus dat is meer dan genoeg. En ik ben serieus benieuwd hiernaar. Hoe vaak moeten we heen en weer? 2 keer? 3 keer? Echt niet vaak, hoor. Moment van de waarheid, jongens. Klap hem maar uit. Wajo. Ja hoor. Holy knetter. Dat is echt serieus breed, man. We hebben ook hulplijnen erbij die we kunnen gebruiken. Nu moet ik hem even achteruit helemaal op de hoek neerzetten. En dan kunnen we beginnen. Dit is echt wat tof om even uit te testen, hoor. Hulplijn. Naar buiten. En kijk hoe breed die hulplijn is. Dat heb ik nog nooit gezien. Dan zetten wij de machine aan. De toeren tellen omhoog. Je hoort het lucht worden geblazen. Om natuurlijk de zaadjes in de grond te stoppen.
Dan halen wij hem naar beneden. Zetten we de cruise control aan en wow, dit gaat snel. 15 kilometer per uur kunnen we er ook mee. Dit is een lekkere machine, man. Dit is echt een lekkere machine. We planten koolzaad, zoals ik al eerder zei. Want dan kunnen we zo meteen natuurlijk heel veel koolzaadolie gaan produceren. Maar dit is echt een lekkere machine, man. Misschien dat we deze in de toekomst zelf ook wel moeten aanschaffen, jongens. Want dit is echt... En dit gaat snel. 15 kilometer per uur, hè. Moet ik alleen hier even oppassen. Maar... Ik heb het te laat ingestuurd. En ja, ik moet achteruit. Sorry, ik haal hem heel veel omhoog. Ik moet even achteruit, anders zitten we met het hekje in de penari. Dan laat ik hem nu weer zakken. Dan volgen we onze weg op deze manier. En dan vanaf hier trek ik natuurlijk eventjes een baantje helemaal naar het wegdek toe. En dan kunnen we daar nog gewoon heel simpel weg heen en weer gaan rijden. Achteruit. Goed blijven opletten, goed blijven kijken. Nice, laat hem maar weer zakken. En dan gaat het helemaal tip-top in orde. Zo, dit gaat echt serieus snel, man. Even kijken of er geen auto aankomt. Nee. Nice. Bochtje om. En ik denk dat we 4 keer heen en weer moeten. Oftewel, 2 keer heen en weer. Want 1 keer heen en weer is heen en weer. Snap je hem? Jullie snappen hem wel, denk ik. Maar dit is echt een topmachine, man. Nu moet ik wel even uitrekenen. Want, oh, en... Het is wel een topmachine, maar je bemest natuurlijk niet meteen. Dus ondanks dat we heel snel zaadjes in de grond stoppen, is het land nu niet bemest. Dus dat moeten we dus 2 keer doen, terwijl het in de groeifase zit. Niet maar 1 keer, maar 2 keer. Want met onze eigen zaaimachine kunnen we natuurlijk ten eerste tegelijkertijd cultiveren. En stoppen we meteen kunstmest in de grond. Maar bij deze is daar geen optie voor. Dus dat is wel eventjes waar je rekening mee moet houden. Maar wat we nu kunnen doen is we kunnen gewoon onze hulplijn natuurlijk volgen. Dan weten we precies dat we goed uitkomen. Dus hoeven we niet eens te kijken. Laten we de machine zakken. En zonder te kijken pakken we alles mee. Nice. Super, super awesome. Wat een machine. Nou, dan kan er weer een gewas groeien, jongens. Zo houden wij de boerderij draaiende. Dan moet ik wel de hulplijn blijven volgen. Oei. Want ik mis een stukje. Ja, dat dacht ik al. Als je handen van het stuur afhaalt, dan gaat het fout. Ja hoor. Ik zeg elke keer dat we professional zijn, maar stiekem zijn we nog steeds een beginner. Handen aan het stuur houden, jongens. Ten alle tijden. Het liefst 2 handen. Want als je dan een klapband krijgt, dan vliegen niet de vangrail in. Maar wij werken op het boerenland. Dus gelukkig kunnen we geen vangrail inklappen. Alleen maar ons houten hekwerk. Maar dat houten hekwerk, dat geeft niet mee. Dat gaat gewoon kapot. Ja, dan moet ik hem heel veel inklappen. Want ik kan anders niet langs het schapenschuurtje. Dat gaat ook lekker snel. Dan kunnen we er nu wel langs. En dan kan hij weer worden uitgeklapt. Zo simpel is het. Nice. En dan hoop ik eigenlijk dat we dit nu in 1 keer kunnen meepakken. Even wachten. Zet hem maar weer aan. Laat hem maar weer zakken. En... Ja, dit pakken we in 1 keer mee. 2 keer heen en weer, dat is alles. Hey, dankjewel voor het lenen, wie dan ook van het huurbedrijf. Ik heb geen idee wie het was. Maar dankjewel. Dit is echt wel awesome. Rustig is natuurlijk het gras ook aan het fermenteren. Dus als we over een paar maanden daar kijken, dan zien we ook gewoon hoe ver het gefermenteerd is. Maar ik denk dat het ongeveer 3 maanden de tijd nodig heeft. En dan mocht het nu gaan regenen, is het ook niet erg, want het zit gewoon in folie gerapt. Dus het kan ook niet nat worden. Er kan helemaal niks mee gebeuren, behalve dat een auto tegenaan kan rijden, maar... Weet je, dat is niet ons probleem. Dus klap de machine maar weer in. Het enige wat we dan nog hoeven te doen... is de zaadjes weer even terug te storten. Oh, pas op voor de lamp. Wow. In onze silo. En dan zit ons dagje op de boerderij er ook weer op. Want de volgende keer gaan we veld 47 opnieuw inzaaien... of opnieuw inplanten met een bepaald gewas. En dan hoop ik eigenlijk ook dat de volgende keer... we heel veel kunnen gaan verkopen... En natuurlijk dat misschien de katoen... Nee, de katoen duurt nog wel even, denk ik. Ik weet eigenlijk wel zeker dat de katoen nog even duurt. De plantjes zijn wel al wat hoger. Maar nog steeds niet helemaal klaar. Al onze zaadjes zitten weer in de silo. Dus het enige wat ik dan nog hoef te doen... is hem weer even netjes aan de weg te zetten. Want dan komt hij hem over ongeveer een kwartiertje ophalen, denk ik. Dus we zijn mooi op tijd klaar ook.
En dankjewel voor het lenen, huurbedrijf. Koppel hem maar los. Laten we hem daar staan. Bergen we hem met McCormick op. En dan is deze aflevering weer afgelopen. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. We zijn natuurlijk zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe aflevering van Farming Simulator 22. Dus hopelijk ook weer. Hoppatee. Tot de volgende keer allemaal. Bye bye mensen.